De 24-jarige Rishika Puran is afgelopen zaterdag gekroond tot de nieuwe Miss India Worldwide Suriname. De show is voor de eerste keer na 5 jaren weer gehouden en vond plaats in de KKF-beurshal. Volgens de organisatie had de 6-koppige jury geen gemakkelijke taak, aangezien alle missen een goede performance hebben neergezet tijdens de verschillende rondes. De show is georganiseerd door de stichting Beauties of Suriname Pageant, die terugblikt op een geslaagde show. Wij voeren u terug naar het moment van de bekendmaking en kroning van de nieuwe Miss India Worldwide. Miss India Worldwide Suriname 2018 is geworden... Rishika Puran! En dat betekent dat de first runner-up van vanavond is geworden Shireen Carrot. Shireen, die wordt nu gekroond door een vertegenwoordiger van Satyam Holiday. Shireen Carrot, Shireen. Ja. En Mr. Tropical Beauty Suriname. Kijk, dat is die parfum moment bijna. Dames en heren, de first runner-up, Shireen Carrot. Mag ik een warm applaus? En het grote moment is daar. Dames en heren, de nieuwe Miss India Worldwide Suriname 2018, Rishika Puran. Zij was gekroond door Gitanjali Raghubarsing, Warsha Ravratan en Miss Tropical Beauty Suriname, Sri Devi Marto Mama. Dames en heren, het moment, de nieuwe Miss India Worldwide Suriname 2018. Rishika Puran. De bekendmaking en de kroning van de nieuwe Miss India Worldwide Suriname Rishika Puran afgelopen zaterdagavond in de KKF beurshal. De nieuwe Miss zal Suriname vertegenwoordigen tijdens Miss India Worldwide in New Jersey op 14 december 2018.